We gooien heel wat op een hoop, met z'n allen. 14 miljoen Nederlanders leveren jaarlijks 5 miljoen ton huisvuil. Dat is de man zo'n 300 kilo, waarvan een deel nog altijd terechtkomt op de vuilnisbelt even buiten dorp of stad. Ontsiering van het landschap, stankoverlast en andere narigheden kunnen worden voorkomen door het afval gecontroleerd te starten. Ons huisvuil wordt dan, op speciaal uitgekozen terreinen, door bulldozers platgereden en elke laag van 2 meter wordt piekfijn afgedekt met een 20 centimeter dikke zandlaag. Geen gevaar voor brand, geen kwalijk riekende luchtjes, geen ongedierte. Het terrein is trouwens, volgestort, uitstekend bruikbaar voor recreatie. Afval kan ook, zoals in de grote steden gebeurt, verbrand worden. Een kostbare methode, maar de hitte daarbij geeft stoom voor turbines die op die manier elektriciteit leveren. Precies 50 jaar geleden begonnen we met ons huisvuil op grote schaal vanuit het westen naar Drenthe te transporteren. De trein zorgt ervoor dat het afval van veel plaatsen in ons land tenslotte terechtkomt in de buurt van het Drentse Wijster of het Brabantse Mierlo. Hier ontvangt de VAM, de vuilafvoermaatschappij, van zo'n 130 gemeenten per jaar 1 miljoen ton huisvuil. Dat kan worden verwerkt tot compost. Met uw 300 kilo huisvuil per jaar kan nog iets nuttigs gedaan worden. Het bij de VAM aangevoerde vuil blijft, om te beginnen, gewoon liggen. Maar wordt voortdurend nat gehouden om de activiteit van microben te bevorderen. Na ongeveer 8 maanden is het afval genoeg verteerd en gerijpt tot compost. Dat gaat dan naar de fabriek. Papier, textielafval, etensresten, rommel uit de tuin is dan omgezet door inwerking van schimmels en bacteriën in een aardachtige massa, compost. Wagonladingen vol worden geloosd op een lopende band die als een soort zeef fungeert. De niet verteerde producten, zoals plastic, worden afgescheiden. Met de compost is het goed bemesten. Wat niet verwerkt kan worden, wordt op speciale terreinen gestort en afgedekt met aarde. In die bergen onverwerkt afval zit methaangas. Dat kan in de toekomst als energiebron gebruikt worden om uit het huisvuil grondstoffen te halen als plastic en papier. 300 kilo huisvuil per jaar weggooien betekent dus niet dat we daarmee nooit meer iets kunnen doen. Een tweede gebruik? Mest? Je zou zeggen, geen vuiltje aan de lucht.